welkom allemaal. Het is een krappe planning. Betekent ook voor de sprekers. Dan bent u daar in ieder geval ook al van bewust. Maar ik ga zorgen dat u ruimte krijgt voor vragen aan het eind. Ik ga Bart Stoffels als eerste naar voren vragen. Van Accept Integrated Sustainability. Ja. Met name ook het onderzoek De Zelfrijdende Stad. En ik vond eigenlijk op jouw website een van de woorden, die ken ik nog niet zo mooi, is niet zo goed, stedenverduurzamer. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daar invulling aan gaat geven. The floor is yours. Dankjewel. Deze kan ook los. Ja. Even kijken of de slides makkelijk. Ja, Rotterdam laat zich rijden. Nou, dat klinkt heel comfortabel. Het is jullie toekomst om gewoon jezelf te laten rijden. En dat scheelt een hoop, bijvoorbeeld zoiets als de zorg van autobezit. Ik ga wat vertellen over de impact van zelfrijdend vervoer. En we pakken daar even een Rotterdamse case bij, omdat we vandaag in Rotterdam zijn. Maar we hebben dit onderzoek eigenlijk in de hele metropoolregio uitgevoerd. En nou, het zou moeten gaan over slimme mobiliteit. Dat betekent, insinueert, dat er ook zoiets is als domme mobiliteit. En dat is zo, dat heet namelijk auto. Kijk, want dit zijn de prestaties van die auto. Hij staat 92% van de tijd stil. Hij verspeelt heel veel van de energie die je erin gooit bij de benzinepomp. Neemt ontzettend veel ruimte in beslag in de stad. Veroorzaakt heel veel letsel, waarvan 95% door menselijk falen. Ja, laat hem even op je inwerken. Hè. We accepteren in Nederland honderden doden per jaar. En zoiets als terrorisme zouden we dat zeker niet accepteren. Nou, ik chargeer een beetje, maar dit is wel eigenlijk wat de auto is. Zelfrijdend zou daar wel een hele hoop problemen in kunnen ondervangen. En daar dromen wij als mensheid ook al decennia van, vanaf de jaren 50 al. Dit hebben we een beetje in kaart gebracht als ontwikkelingsstadia. De afgelopen 20 jaar zijn we in staat geweest om echt voertuigen te bouwen die het kunnen. Maar dan moet je ook denken aan de Rotterdamse havens, automatische containeroverslag, dat soort zaken. En de laatste, of de volgende fase, jullie generatie, is natuurlijk vooral de integratiefase. Het wordt ook in de komende generaties echt onderdeel van ons hele mobiliteitssysteem in plaats van technologie. Nou, wel mooi dat Rotterdam al 18 jaar de primeur heeft. Vooruit Capella aan de IJssel, maar dat is ook gewoon Rotterdam. He, dus het parkschildertje in Rivium doet al 18 jaar lang trouwdienst. Ga er absoluut een keer in zitten. Het is niet spectaculair, maar het is nog wel uniek in de wereld hoe dat op de semi-openbare ruimte functioneert. Nou, we doen dit ook voor hen. Vergrijzing is een belangrijke trend, dus uiteindelijk zoeken we mobiliteitsoplossingen natuurlijk die comfortabel en makkelijk zijn. Zelfrijdend is daar ook heel kansrijk in. Dit is ook een interessante vraag. Hè? Dit is het Uber-netwerk van Melbourne of Sydney. Dat haal ik altijd door elkaar, ik geloof Sydney. Uber experimenteert met zelfrijden, maar je kan je voorstellen over 20, 30 jaar is het hele Uber-concept is zelfrijdend. Dus de impact is eigenlijk gigantisch. En daarmee komt Mobility as a Service om de hoek kijken. Hè? Dus via je app eigenlijk je rit als het ware gewoon kopen van A tot Z. En of er nou een stukje OV-fiets in zit, of auto, of trein, of metro. Eigenlijk gaat het je om, kom ik op mijn bestemming op de voor mij beste manier. Dat is natuurlijk de toekomst. En zelfrijdend gaat daar een belangrijke rol in pakken. We zijn gaan inzoomen op Rotterdam. In dit schetsje zie je eigenlijk aan de donkere kant een beetje de problemen en de uitdagingen van nu. Hè. Dus mobiliteit is ook bijvoorbeeld sociaal niet evenwichtig verdeeld. Hè. Toegang tot mobiliteit is een Rotterdams onderwerp. Congestie, veel te veel blik op straat, milieuvervuiling. Dus heel veel dingen die mobiliteit gerelateerd zijn. En wij dromen een beetje mee, in dit geval met de mensen van het Oude Noorden, over hoe dat zou kunnen zijn. Nou, je ziet hier even wat namen. Dat zijn geen echte inwoners van het Oude Noorden. Maar we hebben met de ambtenaren van de gemeente een rollenspel gedaan. Dus we hebben gezegd, van, kruip jij in de huid van Kemal, de Turkse, sinds kort op pensioen zijnde groenteboer. Of kruip in de huid van de puber Michael, of maakt niet uit wie. En verplaats je nou eens door die wijk. Ga daar eens kijken wat er aan de hand is. Ja, je kan een tram in theorie, Zaagmolenstraat. Maar je wil daar niet tegelijkertijd ook fietsen. En al helemaal niet als je niet bijvoorbeeld immigrant bent en het fietsen nog niet zo onder de knie hebt. Dan is het gewoon doodeng. Hetzelfde geldt voor laden en lossen in de winkelstraat. Het is gewoon vol en druk. En ja, de mooiste plekken op de oevers van de Rotte, die geven we dus nog aan blik weg. Dat is toch ook wel erg jammer. Dus we zijn gaan dromen hoe zijn buurt in de toekomst eruit zou kunnen zien. En met name ook hoe je
beweging, mobiliteit comfortabeler zou kunnen maken, veiliger, toegankelijker. Door gewoon eens al die ritten te analyseren en eens te kijken, goh, waar loop je dan tegenaan? Het vinden van een parkeerplek van de forens om 5:30 als hij thuis komt. Het fietstochtje naar school, de oude dame die naar het ziekenhuis moet en 2 overstappen moet doen met de tram en de bus. Allemaal best wel lastig. Dus we hebben gekeken, goh, kan je die ritten in de toekomst als het ware comfortabeler maken? Dat zijn die onderste diagrammetjes. En soms betekent dat reistijd winst. Soms is het de kwaliteit of de veiligheid van de rit die erop vooruit gaat. En niet overal is natuurlijk zelfrijdend een antwoord op. Hè. In sommige gevallen wel, maar niet in alles. Maar je kan je bijvoorbeeld bij het omaatje naar het ziekenhuis kan je heel veel voorstellen. Als die gewoon wordt opgehaald voor de deur en voor de deur wordt afgezet tegen een prijs van, laten we zeggen, €3. En dan is het wel heel erg aantrekkelijker, veel aantrekkelijker dan overstappen met de bus en de tram. Nou, die analyses hebben we als het ware vanuit het rollenspel zo gemaakt. Ik ga ze niet allemaal per stuk behandelen. Maar dan dat je een beetje de methode van het onderzoek snapt. En uiteindelijk hebben we de vertaalslag gemaakt naar ruimtelijke concepten. En openbare ruimtekeuzes die je dan zou kunnen maken. Dit is natuurlijk een interessante ontwikkeling. Dat het hele fenomeen autodelen en transferia met zelfrijdend vervoer weer een nieuwe dimensie krijgt. Ja, die autootjes die parkeren zichzelf ook. Dus je kan veel makkelijker je deelauto even oproepen. Want die komt gewoon naar je toe. En dan rij je verder. En dat is misschien niet die hele rit zelfrijdend. Maar net die eerste en die laatste 5 minuten, die zijn dat dan wel. Nou, dan kan je ook weer een nieuwe generatie transferia gaan denken. Bijvoorbeeld aan de A20. En dit is een interessant schema omdat wij veel discussie hadden over hoe veilig is die zelfrijdende auto. Een beetje in dat woonerf. Hè. Dus kijk, op die busbaan van Rivium gebeurt niet zoveel, maar zo midden op zo'n woonerf. En die vraag hebben we toen omgedraaid. We hebben eigenlijk gezegd, hoe veilig is die niet zelfrijdende auto dan wel? En zou je niet eerst eens een slag moeten maken? Hè? Dus je kan 20 jaar of 30 jaar wachten tot de techniek zover is dat we hem veilig genoeg vinden. Je kan ook zeggen, nee, we gaan over 3 jaar de buurt zo veilig maken dat die techniek eerder mogelijk wordt. Nou, daar komt dit schema. Dat was een beetje, moet ik toegeven, afgekeken van Barcelona. Waarin ze in het kleine grid, de oranje straatjes, gewoon naar een soort van campingsnelheid teruggaan. Hè. Dus dat is meer, dan rij je echt maar 10 of 15, geen 30. Dan is 30 eigenlijk al een te hoge snelheid voor spelende kinderen. Dus op het woonerf naar campingsnelheid en op de paarse wegen naar 30. En zo kan je met een slim inrichtingssysteem eigenlijk al veel meer verkeersveiligheid in de buurt creëren. En daarmee ook de komst van dit soort nieuwe mobiliteitsconcepten een stukje dichterbij brengen. Nou, we zijn nog een beetje gaan inzoomen hoe dat dan op straatniveau kan doorpakken. En er is natuurlijk in zo'n straat veel meer nodig. Parkeren en openbare ruimte is altijd op gespannen voet. Maar klimaatadaptatie is natuurlijk ook een enorm nieuwe ruimtevrager. We hebben veel meer ruimte nodig voor groen en afwatering door het veranderend klimaat. En juist in dit soort buurten met veel verharding is dat echt wel een serieuze issue. Dus dat vraagt ook van de gemeentezijde om keuzes die je samen met inwoners van zo'n buurt maakt. Ik heb dus even iets laten zien over de Rotterdamse pilot in dit boekje. Dit is gewoon een te downloaden van internet, van de Accept website. En mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds, zeg ik er graag nog een keer bij. Daar staat deze case in samenvatting in beschreven met alle andere cases. En ook een beetje onze grotere conclusies. En dankjewel. Nog 3 minuten. Perfect op schema. Dit is een soort cirkeldiagram dat we hebben gemaakt om al die impacts. Dus van wat gaat zelfrijdend vervoer nou doen voor de stad. Om dat een beetje in kleur te zetten. En er staan bijvoorbeeld dingen van, goh, helpt het bij aan congestie of maakt het de congestie erger? Draagt het bij aan veiligheid? Draagt het bij aan autodelen? Hè? Dus al die vragen hebben we verkend met een onderzoeksteam. Ook TU Delft heeft daar een bijdrage aan geleverd. En dan zie je wel dat in tijd, het is een beetje een moeilijk plaatje op afstand realiseer ik me, maar hoe verder naar buiten, hoe verder in tijd weg zijn. Dus heel veel van die effecten die worden pas echt groot over 20, 30 jaar. Dus het is wel een ontwikkeling die je graag zou willen omarmen. Maar de echte vruchten, die worden pas over 20, 30 jaar geplukt. Maar dat betekent niet dat steden nu al flink aan het experimenteren zijn. En zeker Rotterdam ook.
Nou, er zit de vraagstukken die je dan gaat ontdekken met elkaar, die hebben te maken met ritdeling. Hè. Dus als al dat zelfrijdende wagenpark, zeg maar, op afroep individueel wordt gebruikt, en dan krijg je een enorme boost. Hè. Dus alles wat nu effectief in een trammetje zit, zit dan in 40 auto's. Dat wil je niet. Dus er moet een systeem komen dat het autodelen als het ware gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld via beprijzing. Dat is natuurlijk de makkelijkste manier om iets te stimuleren. Openbare ruimte is natuurlijk een enorme impact. Dus je gaat veel meer inrichten op uitwisseling van functies en verblijf in plaats van op stilstaand blik. Maar die uitwisseling moet je wel ontwerpen. Hè? Dus die zelfrijdende auto moet wel even kunnen stoppen om dat oude vrouwtje op te halen en weer doorrijden. Die kan niet meer op de weg staan. Dus het is niet zo dat je autoloos kan gaan ontwerpen. En dan kan je als stad denken, goh, wat is nou mijn agenda daarin als Rotterdam? We willen dus daar dat soort vraagstukken willen we mee bezig zijn. En dan komen er dan nog meer dingen bij kijken, zoals die hele privacy en internetveiligheidskant. Dus enorme uitdagingen voor de publieke partijen. En Nederland, dat is misschien leuk om mee af te ronden. Nederland wil echt koploper zijn. De vorige minister van INM, Melanie Schultz, heeft dat echt uitgesproken. En de metropoolregio pakt hier zijn rol met pilots. TU Delft is heel prominent. Dus het is echt wel een terrein waar Nederland heel veel kan gaan betekenen. Waar nog veel in te doen is. Dankjewel. Mooi, dankjewel. Ik heb ook wel het idee dat wij in Nederland wel een voldoende dichtheid hebben om het, zeg maar, ook kansrijk te laten zijn. Hè? Oké, mooi, dankjewel. Nu onze tweede spreker, die gaat ook even de computerwisseltruc doen. Maar daar is hij zelf verantwoordelijk voor, dus ik kijk even niet. Walter Dresser van de Natuurlijke Stad. En die gaat het hebben over de Vrijstraat. Dus let op die tweede R, het is niet Vrijstaat, maar de Vrijstraat. En als ik het goed heb, ga jij wel uit nu nog even van de bestaande auto's en nog niet van de zelfrijdende. Ja, ik begin ietsjes dichterbij dan Bart. Even kijken, want dit ziet er wel heel lelijk uit, jongens. Even kijken hoe ik dat nou... Even de instellingen netjes doen. Nou, ik blijf even hier staan. Dit is mijn schuld, hoor, want ik had de verkeerde presentatie op de andere computer gezet. Even kijken. Veel scherm. Hier. Nou, dit is al wat beter, hè? En dan doe ik hem het liefst nog eventjes gebruikt apart. Oh. Die deed hij net ook? Ja, kijk, daar zijn we. Geloof ik, ja. En nou moet ik mijn muisje vinden, die is hier. Hup. En dan ga ik hier naartoe. Speel af. Even hier beginnen. Sorry hoor, voor deze kleine vertraging, maar we zijn er. Dankjewel. Ik blijf even hier staan, dan hoef ik die microfoon niet vast te houden. Ik begin dus even ietsjes dichterbij dan de vergezichten van Bart. Maar wat ik doe met de Natuurlijke Stad is wel, ik begin wel als uitgangspunt heel erg ver weg. Dus ik begin eigenlijk met een soort utopische visie van hoe ik denk dat de stad zou kunnen zijn en hoe we die stad zouden kunnen maken. En vervolgens ga ik aan de hand van wat je volgens mij backcasting noemt, terugberedeneren wat je vandaag zou kunnen doen. Ik wil even een paar dingetjes met jullie doornemen. Wie woont er in de straat waar op straat wordt geparkeerd? Dat dacht ik al, maar ja. Dat was... Wie vindt dat hij niet zonder zijn eigen auto kan? Wie vindt dat hij niet zonder een auto kan? Oké. En wie wil een auto hebben? De jongste. Bedankt voor uw eerlijkheid. De jongste daar. Oh jee, daar gaat mijn hele verhaal over de generatie. Dat had ik je kunnen vertellen. Ja. Oh jee. Nou, het gaat over de Vrijstraat. Maar voordat ik daarover kan beginnen, moet ik heel eventjes met jullie over autodelen praten. Ik heb geen aandelen in een of andere autodeelplatform of weet ik veel wat. Maar de potentie van autodelen is wel heel erg belangrijk. En daar gaat de Vrijstraat uiteindelijk heel erg over. Kijk, er zijn een heleboel vooroordelen over autodelen. De meeste mensen weten niet zo goed hoe het werkt. Die van jullie weet wel heel goed hoe autodelen werkt. Ja, dat is wel vrij representatief. Het is zo'n 15-20% van de mensen weet vrij goed hoe autodelen werken. Maar de meeste mensen weten het niet zo heel goed. En er leven dus een heleboel vooroordelen.
De meeste mensen denken dat het onpraktisch is. Dus ze denken dat het allemaal erg ingewikkeld is. Dat er geen auto beschikbaar is. Dat het duur is. Niet flexibel. Dat je ruim van tevoren moet reserveren. En dat de auto ver weg staat. Nou, ik kom daar zo nog even op terug. Maar in de meeste steden. En in Rotterdam is dat ook zo. En in Den Haag en Amsterdam zijn eigenlijk al deze vooroordelen niet waar. Een ander vooroordeel is dat als je maar genoeg deelauto's in de stad brengt. Dat dan de hoeveelheid auto's vanzelf als in een mirakel daalt. Hè. Dit stond in het persbericht over de introductie van die Hyundai die jullie net zagen in Amsterdam. Daar stond, voor steden zijn deze initiatieven interessant omdat ze ertoe kunnen leiden dat het aantal auto's in de openbare ruimte daalt. Waardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn. Dat is natuurlijk waar. Maar je moet kunnen heel goed onthouden. Want als je kijkt naar wat er in Amsterdam gebeurd is, dan zijn er een heleboel deelauto's bijgekomen. Maar er zijn niet minder auto's per Amsterdammer. Dus per Amsterdammer hebben we nog net zoveel auto's. Nou, de meeste mensen weten ook wel dat Amsterdam gegroeid is. Dus dat er meer Amsterdammers in Amsterdam wonen. Dus er zijn gewoon veel meer auto's in de stad. Die auto's worden gemiddeld, even kijken, 27% minder gebruikt. Met 8% meer auto's. Dus 33% minder verplaatsingen per auto. Dus 33% meer stilstand. Dus het genereren van aanbod van deelauto's in een stad zorgt er niet voor dat er minder auto's komen. En ik heb zelf jaren in Amsterdam gewoond en ik kon eigenlijk in mijn eigen straat niet eens met mijn kinderwagen op over de stoep, want die was te smal. Maar die hele strook, het liet Bart ook al zien, die hele strook langs de gracht stond helemaal vol met auto's. En dat is eigenlijk dus heel erg zonde. Dus deelauto's introduceren hartstikke goed, maar als je het gewoon aan de markt overlaat, dan komen die deelauto's erbij en dan gaan er niet andere auto's weg. Dus het is ook een stukje informeren. De meeste mensen denken dus dat er niet zoveel auto's zijn. Maar dit is een kaartje bij mij in de wijk. Er zijn ontzettend veel deelauto's beschikbaar. Ik hoef maar een minuut te lopen en dan heb ik eigenlijk al een deelauto. Dus dat even over de vooroordelen. Ze zijn dus niet waar. Ik kan hier heel erg uitgebreid doorheen lopen. Maar dus de meeste vooroordelen zijn, vooral in binnensteden, moet ik er wel bij zeggen, zijn niet waar. Het is ontzettend eenvoudig. Want je kan gewoon om 7:07 kan je besluiten dat je ergens naartoe wil. Dit is hippe Willem. Die pakt zijn telefoontje en die gaat om 8:03 loopt hij naar buiten. En om 11:03 stapt hij in zijn autootje en rijdt hij weg. Nou, wat kunnen we daarmee? Met die wetenschap. Nou, daar kunnen we vrijstraten mee maken. Dus wij hebben met de begeleiding van de Stimuleringsfonds hebben wij een proces ontwikkeld waarin we het mogelijk gaan maken voor mensen om door auto's te gaan delen hun eigen straat eigenlijk weer te transformeren. Dus het is een plek waar de gemeente eigenlijk zegt van, nou jongens, als jullie met een groepje mensen een auto gaan delen, dan doen jullie je eigen auto dus weg. Dus dan lever je je vergunning in. In eerste instantie tijdelijk in de vorm van een pilot, maar uiteindelijk definitief. En die plekken die daarmee vrijkomen, die gaan jullie samen als straat opnieuw ontwerpen. Nou ja, voordat ik een gemeente had gevonden die daarin mee wil gaan, was ik wel een paar jaar verder, letterlijk. Maar uiteindelijk is Den Haag nu mee. Ook mede omdat de Stimuleringsfonds er ook heel veel in zag. Dat versterkt elkaar nou weer een beetje. Oh, nou, als zij het leuk vinden, dan vinden wij het ook leuk. Dus nu kunnen we starten. Nou, wat gebeurt er eigenlijk? Er is al gebeurd, dus dat de gemeente goedkeuring heeft gegeven. Wij gaan nu actief op zoek naar potentiële participanten. Hè, mensen die mee zouden willen doen. En vervolgens gaan we in die straten met die mensen inventariseren hoe ze hun auto's gebruiken. En kunnen we daar dus ook echt een alternatief voor laten zien. Vaak is die er al, met bestaande deelauto's. Maar als het nodig is, kunnen wij daar ook nog een rol in spelen in het aanbod. Nou, hoe willen we dat in beeld brengen? We hebben nu zijn we gestart met het bouwen van een tool. In die tool gaan we dus mensen, gewoon aan de hand van een vragenlijstje, gaan we inventariseren hoe ze hun auto gebruiken. Hoe minder ze hun auto gebruiken, hoe groener het autootje wordt in de straat. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment een kaartje krijgt van je straat. En dat je aan de hand van de groenheid van de autootjes, als het ware, ziet hoe groot die vergroeningspotentie in je straat is. En dan kunnen mensen nog steeds trouwens kiezen om niet mee te doen. Dus dat is wel heel belangrijk om erbij te zeggen. Dus ik heb hier even een aantal typetjes. Het zijn dan een beetje een aantal stadsbewoners uitgelicht en een rekensommetje gemaakt aan de hand van bestaande autodeelconcepten. Eigenlijk de duurste variant. En zelfs met de duurste variant besparen de meesten gewoon €1000 per jaar. Nou, dat is toch niet niks. We hopen dat dat niet de enige reden is dat mensen meedoen. We hopen dat mensen het natuurlijk ook leuk vinden om zelf hun eigen straten gaan ontwerpen. Nou, het stappenplan ziet er dan als volgt. Het vervolg ziet er als volgt uit. We gaan dus informatiebijeenkomsten organiseren en alternatieven ontwikkelen voor die mensen die mee willen doen. We gaan de nieuwe ruimte ontwerpen met die mensen.
En dan gaan we starten met de pilot, hopelijk in april. En na 6 maanden pilot hopen we dus dat mensen willen dat het definitief wordt. Maar er is altijd de keuze om, je mag het ook gewoon niet leuk vinden en niet meer mee willen doen. Wat heb je daar nou voor nodig? Nou, je moet wel zorgen dat de gemeente ook zegt vanaf elke ingeleverde vergunning gaan wij die ruimte vrijmaken. En dan mogen jullie ook mee aan de gang. Je moet ook wel een beetje maat hebben, want als je met z'n tweeën doet, dan is het, ik ben er bijna doorheen. Dan is het ook wat minder goed, maar met z'n zessen denken wij dat het wel leuk wordt. En je moet tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar hebben. Participatie is vrijwillig, heb ik nou een paar keer genoemd. Dat zeg ik expres 10 keer in de presentatie, omdat mensen, iedereen krijgt die vraag ja, maar als je dan niet wil, nou, dan doe je dus niet mee. En de Vrijstraat is niet autovrij. Dat is een heel groot verschil met de Leefstraat. Ik weet niet of jullie de Leefstraten kennen, maar daar wordt de straat autovrij en dan wordt de parkeerdruk verplaatst naar de straten daaromheen. Dat levert heel veel weerstand op, vind ik ook logisch trouwens. Ik vind het ook niet de meest intelligente manier om dit soort dingen te doen. Zeker niet als je het buiten de zomervakanties probeert te doen. Maar dat is in dit geval dus niet zo. En het is ook heel belangrijk om te weten dat het eerst een pilot is. Dus het is niet definitief. En alleen als er genoeg draagvlak is, ga je dus starten. En participatie is vrijwillig. Wat zijn de vervolgstappen? Nou, we gaan per potentiële deelnemer gaan wij dus een alternatief uitrekenen, financieel en ruimtelijk. We gaan het aanbod in deelauto's gaan we vergroten. Dit is eigenlijk voor 2018 wat wij willen gaan doen. En we willen per straat dus inzichtelijk maken hoe het autogebruik is. Daar gaat die tool bij helpen. En we willen nog een animatietje daarvan maken, maar dat zal ik even achterwege laten. En we willen VR omgevingen maken, zodat mensen in hun eigen straat kunnen gaan zien wat er gebeurt. Nou, 1 straatje hebben wij in opdracht van de gemeente Den Haag al gedaan. Dit is een straat vlak bij mij om de hoek. En hier zie je eigenlijk wat de potentie is als je op grotere schaal deelauto's zou gaan gebruiken. En dit is eigenlijk nog maar, dit is niet de volledige potentie. Het kan dus nog veel extremer. We hebben hier volgens mij zijn we van 30% uitgegaan. En in principe denken wij dat er nog veel meer auto's gedeeld zouden kunnen worden. Dus dat nog veel grotere, dat je nog veel meer ruimte vrij zou kunnen maken. En dan ontstaat er dus gewoon een heel andere straat. Het filmpje loopt nog even door, maar we kunnen vast kletsen. Dat is mooi. Nou, dankjewel. Ik ben hier om de klets te doen. Dat hebben jullie wel door. Dankjewel, Walter. We hebben het heet heel mooi een referent, maar volgens mij ga je er ook nog een stukje eigen presentatie in doen. Okay. Peter Volkenschmidt, jij werkt volgens mij, als ik het goed heb, en anders moet je me corrigeren, als ontwerper openbare ruimte hier bij de gemeente. Ik ben heel benieuwd, want ik heb geen idee waar jij het over gaat hebben. Ik wel. Oké, maar je gaat het ons allemaal meedelen. Ja, kan jij de wisseltruc nog een keer doen? Ja, ik doe de wisseltruc nog een keer. Ik weet het wachtwoord niet van deze computer trouwens. Oké. Ja, die kan dicht. Hij zegt no signal. Werkt het systeem of niet? Ja. We hebben alleen nog even geen beeld. Ja, we zijn er. We zijn te ongeduldig voor de techniek van nu. Venster. Ja, volledig scherm. Ja, mijn naam is Peter Volkenschmidt. Mij was gevraagd om te reageren op de presentatie die werden gegeven. Nou, kan ik natuurlijk daar meteen op reageren. Van een fantastisch verhaal en wat leuk gedaan. Maar ik had van tevoren even gebeld met de heren die hebben gesproken. En ik wil niet letterlijk reageren, maar ik zat wel te denken, wat is er nou zo opvallend aan het verhaal? Ik ben inderdaad Peter Volkenschmidt. Ik werk als infratect, noem ik mezelf, bij stadsontwikkeling gemeente Rotterdam. Ofwel, ik geef vorm aan mobiliteit en aan de infrastructuur van de mobiliteit. Ik had die verhalen gehoord en ik zat te denken, ja, eigenlijk is wel echt fantastisch dat ik bij de gemeente Rotterdam mag werken. Aan een stad die continu in ontwikkeling is. Ik heb 15 jaar geleden ben ik bij de gemeente gekomen. Toen was de gemeente nog heel anders, werkte toen nog heel anders. Hè. Toen was het best wel veel van bovenaf dat dingen werden bepaald. Ik ben nu een jaar weer terug bij de gemeente Rotterdam. En heel veel initiatieven zijn nu veranderd. Heel veel dingen zijn bottom-up gekomen.
Deelsystemen komen steeds meer van de grond. En de gemeente die is veel minder proactief en wat meer reactief. En dat is interessant wat er gebeurt. En wat er gebeurt is dus... De opkomst van internet zorgt ervoor dat er heel veel initiatieven, zoals wat jij aan het doen bent, ontstaat. Wat jij aan het doen bent, dat ontstaat mede ook door initiatieven en door allerlei technische ontwikkelingen. De burger kan steeds actiever zelf worden. Ze kunnen heel makkelijk mensen mobiliseren. Je kan ervoor zorgen dat je met je buurt dingen gaat doen en... buurtinitiatieven worden opeens redelijk makkelijk gedaan. Mooi voorbeeld is, je kan je eigen ondernemertje worden door Airbnb te doen. Hè? Dus je kan je eigen hotelletje gaan runnen. Je kan je eigen autootje gaan verhuren. Je kan allerlei dingen doen doordat er platforms ontstaan die mij daarin voorzien. Dat is heel erg leuk. En daarmee worden mensen ondernemend en dat is hartstikke goed. Het is niet alleen zeg maar, op dat sociale vlak, want er komen volgens mij een aantal sporen op dit moment samen. Er zitten ook op de technologie vlak komen er nu dingen samen. Dus het elektrisch maken, het zelfrijdend maken, dat zorgt er ook voor dat de wereld om ons heen verandert. 5 jaar geleden kennen we deze palen nog niet, de oplaadpalen. Maar inmiddels staan in mijn straat staan er volgens mij ook 2. En het is een heel klein straatje. Overal zie je de oplaadpalen en eigen oplaadstations voor de deur ontstaan. Langzaam heeft dat dus ook een impact op die openbare ruimte. Dus waar we 100 jaar eigenlijk hetzelfde soort openbare ruimte hebben, hebben we langzaam maar zeker beginnen er dus veranderingen te komen. Die dus onder andere komen door hele technische ontwikkelingen. Ook dat zie je bij het fietsen. De fiets neemt een enorme vlucht. In het aandeel in Rotterdam zie je dat er steeds meer mensen gaan fietsen. Heeft deels te maken met de elektrische fiets. Maar ook omdat mensen nou eenmaal doorhebben dat het gezond is. We hebben fietsfiles. Nou, of je daar nou helemaal trots op moet zijn, weet ik niet. Maar het is wel zo dat je zelfs nu al bijna moet kijken. Kan ik wel in één keer oversteken? Hartstikke interessant, maar het heeft meteen een impact op de openbare ruimte. Want eigenlijk zou je dit niet willen. Misschien moet je dan zelfs wel de fietspaden gaan verbreden. Bottom-up projecten zorgen opeens voor, dat heeft ook de crisis natuurlijk wel voor gezorgd, dat bijvoorbeeld een leegstaande loods, de Phoenix Food Factory, wordt gebruikt door ondernemers, slimme ondernemers die zeggen, hey, dat is een gave plek, laten we daar met z'n allen gaan zitten. Dat is onder andere door zo'n bottom-up. Ook dit noem ik wel bottom-up. Het is het verbinden van het luchtsingel, waarmee opeens het noordelijke deel van Rotterdam met Centraal Station bijna wordt verbonden. Zonder zo'n initiatief zou zo'n verbinding niet gemaakt worden. En dat is interessant. Maar het heeft ook meteen weer een fysieke impact op de openbare ruimte. Ook dit. Je kan als je straat kan je vrij makkelijk vergroenen door gewoon je eigen eerste tegel uit te wippen en de groen neer te zetten. Dat hoeft de gemeente niet meer te doen, maar dat kunnen ook de burgers zelf doen. Dus ook dat maakt het makkelijk. Maar heel even terug naar het fietsen en naar het deelsysteem. Dit was een artikeltje uit het NRC, volgens mij een paar weken geleden. Het ging over de deelfietsen in Rotterdam. Inmiddels hebben we geloof ik 5 of 6 deelfietssystemen in de stad. En we hadden natuurlijk altijd al de NS-fiets die je op kan halen bij het station. En voor een hele redelijke prijs kon je gewoon vanaf het trein kon je ergens heen. Maar tegenwoordig hebben we ook de swapfiets, de O-bike. Ik ken ze allemaal niet. De flickbike, de drugbike. Nou, allerlei verschillende systemen. En dit is hartstikke mooi. Dus in duurzaamheid zou je denken, nou, dit gaat fantastisch. Steeds meer mensen op de fiets. En het wordt alleen maar fantastischer. Eventjes een plaatje. Nou, je ziet de 3 naast elkaar staan. Het is een willekeurige foto. Het is wel een systeem wat komt uit Singapore. Dus ik dacht, waarom moet een ondernemer in Rotterdam nou gratis fietsen uitdelen? Of gratis, het kost 50 cent per 30 minuten. Daar wordt hij niet rijk van. Maar alleen die ondernemer wordt wel rijk van het feit dat hij die fietsen... Of dat hij data kan verzamelen hoe mensen rijden. En dat hij data kan verzamelen hoe lang ze ergens zijn. En dat hij data kan verzamelen met wat voor mensen zitten nou op die fiets. Hij heeft geen belang in duurzaamheid, hij heeft een belang in zijn data. Dat is waarom hij bezig is om een deelsysteem te maken.
Wat het lastige is van zo'n o-bike is dat je ze overal in de stad tegenwoordig aan palen ziet hangen. Je ziet ze in het Kralingse Bos liggen, tegen een boom aangeparkeerd. Je ziet ze op alle plekken waar je normaal gesproken geen fiets had. Dus ja, het is duurzamer geworden. Alleen de impact op de openbare ruimte wordt enorm veel groter. Het is dus, de gemeente houdt meer afstand. Maar automatisch komen er steeds meer invloeden van buiten. De openbare ruimte wordt steeds complexer. En het gevolg is dus, dat plaatje zit er niet in. Dat wel, zeg maar, die tsunami van die fietsen ervoor zorgt dat het daarmee een lichte chaos wordt. Nou zeg ik niet dat jullie presentaties zorgen voor die chaos. Alleen, er is steeds meer druk op die openbare ruimte. Alleen het inrichten van de openbare ruimte voor een zelfrijdend voertuig. Dan komen er weer andere systemen naast. Dus er komen steeds meer systeempjes in die openbare ruimte. Ze dwingen steeds meer ruimte af. En daarmee wordt de complexiteit voor de stad wordt groter. En dus volgens mij moet je altijd blijven nadenken. Is dit nou de goede weg? En gaan we nou op deze manier de goede kant op? Volgens mij de fietser en de voetganger, dat zijn toch nog steeds hele belangrijke personen in die mobiliteit, zeg maar, in de stad. Het openbaar vervoer is heel belangrijk. De individuele auto, dat is maar de vraag of dat nog steeds zijn grootste tijd heeft. Dus laten we voorkomen dat we weer een soort o-bike systeem erbij hebben. Dat er nog meer ondernemers komen die allemaal van dit soort dingen op de markt zetten. Met in ieder geval andere intenties dan het duurzaam maken van de stad. Dat was mijn vraag. Oké, mooi. Dankjewel. Ik zou het wel leuk vinden als... ik ga even door op waar hij gebleven is. Want kunnen jullie letterlijk even reageren op hoe je kijkt wat het voorstel wat je doet betekenis heeft voor die openbare ruimte? Jij laat hem wel een beetje zien, maar het mee ontwerpen enzovoort. Misschien kun je toch even wat specifieker worden. Nou, jouw verhaal, daar sluit ik me in principe gewoon helemaal bij aan. Kijk, wij zijn geen onderneming die auto's willen introduceren. Als we al zoiets willen gaan doen, dan zouden we dat op een coöperatieve manier doen. Dus dat de mensen het zelf doen. Dus dat is een heel andere insteek. Maar wij maken ruimte vrij voor klimaatbestendigheid, voor de waterproblemen en andere dingen die we in de stad hebben. Dus ik ben het in principe met je pleidooi helemaal eens. En ik denk juist dat de vraag aan de stad ook is, ga met de mensen die dit soort dingen willen doen, met ons, aan tafel en zorg dat je samen een beleidskader bedenkt waardoor je dit soort dingen mogelijk maakt. Waarmee je die straten dus gewoon efficiënter en beter gaat gebruiken. En inderdaad de niet gebruikte objecten zorgt die niet komen. Misschien toch even door op jou. Nazanin, zorgt dat jij een microfoon hebt. Wat het voorstel van Walter ook behelst, is dat dan de mensen zelf gaan ontwerpen. Jij had ook over verschillen, van bottom-up, hoe de gemeente dat doet. Je laat dingen over aan de markt en nu kijk je naar de consequenties. Maar hoe kijk je er tegenaan als, zeg maar, dan ook de ontwerpopgave bij die buurt komt in plaats van bij de overheid? Nou, ik liet ook niet voor niks, zeg maar, het plaatje zien met die vergroende straat. Volgens mij zijn er heel veel initiatieven die heel goed zijn. De Phoenixloot is hartstikke goed. En zo'n vergroende straat is fantastisch. Dus volgens mij kan het heel goed werken, zeg maar, met de goede intentie. Dus als je het doet voor je eigen buurt en eigen straat, is het volgens mij fantastisch. Maar als een ondernemer uit Singapore komt, die namelijk niet een belang heeft in de stad of in die straat, dan vraag ik me af of dat de juiste goede richting is, zeg maar. Dat is ook de markt. Alleen dat is wel een markt die heel ver weg is met heel veel geld, zeg maar. Dat is volgens mij wat belangrijk is. Oké, mooi verschil om te duiden. Bart, jij geeft aan, het gaat niet direct helpen met die zelfrijdende auto. Dat is even heel kort door de bocht, maar daar ben ik dus voor. Maar hoe kijk jij aan tegen wat het betekent voor de openbare ruimte? Nou, het mooie... Ik hou vast. Oh, sorry. Het mooie is dat daar ook een verhaal in is van trends en testen en faciliteren en kijken wat er gebeurt. En een verhaal van willen. Wat ik zie is dat laatste nog weinig gebeurt. Dus we zitten nu heel erg nog in de fase van, goh, we moeten het een kans geven, een beetje zoeken hoe en wat. En ik denk dat het heel goed is dat er meer mobiliteitskeuzes worden gemaakt vanuit hoe willen we dat onze omgeving functioneert en hoe kunnen we dan aanbieders van transportsystemen of openbare ruimtekeuzes dus beter gaan integreren. Wat voor rol zie jij dan voor de gemeente? Ja, veel meer afdalen naar dat lagere schaalniveau. Hè. Dus ik denk dat zo'n project als wat Walter liet zien, ja, dat kan ook niet zonder gemeenteambtenaren. Hè. Dus laten we zeggen, nog 10% van je tijd aan strategische visies besteden. En 90% van je tijd bezig zijn met vraagstukken oplossen op straat- en buurtniveau. Hoe kijk jij er tegenaan, Peter?
Ja, goed plan. Ja? Kijk, oh, ja, de bedoeling is niet dat jullie het te snel met elkaar eens worden. Help. Oh wel, ik heb nog een hele zaal hoor. Wou je nog iets zeggen? Ik ben het niet mee eens hoor. Nee. Kijk, ik denk dat je wel degelijk vanuit de vraag is hoe je het doet. Maar vanuit de gemeente moet je wel degelijk een visie hebben. En ik denk dat je daar ook een heleboel tijd en energie in moet stoppen. Kijk, op het moment dat je de vragen aan de bewoners stelt, ik denk dat dat heel goed is. Maar die bewoners is meestal gewoon om 8 uur de deur uit en daarna met de kinderen naar school, daarna werken en daarna thuis. En als dan de gemeente aanklopt, oh, wat wil je eigenlijk met je straat? Ja, ik moet eerst een luier verschonen. Die heeft er helemaal geen tijd voor. Dus op het moment dat je echt iets met participatie wil, dan moet je er ook een proces voor maken. En dan kan je in Singapore hebben, of nee, niet in Singapore, in Zuid-Korea hebben ze een proces georganiseerd waarin ze de vraag over een nucleaire, is iets andere vraag, hè, maar een nucleaire energieopwekking, of dat moest blijven of niet, aan de bevolking gesteld. Niet in een referendum, maar gewoon mensen 3 dagen vrijgeven, betaald. Een vergoeding betalen en dan gewoon met experts aan tafel, met z'n allen overleggen. En de bevolking stemt gewoon voor het blijven van een nucleaire energiecentrale. Dus op het moment dat je bewoners erbij wil betrekken, moeten ze ook geïnformeerd zijn. En dat zijn ze niet op het moment dat je het om 8 uur 's avonds tussen de naar bed brengen van de kinderen en Pauw vraagt. Dus de gemeente heeft wel degelijk een rol om in grote kaders, denk ik, bepaalde visies neer te zetten. Ja, tuurlijk. Want volgens mij heb je ook inderdaad een visie over hoe je de openbare ruimte zou moeten laten functioneren. Over hoe het openbaar vervoer zou moeten functioneren. Dus het gaat natuurlijk over een totaalconcept waar je als stad over nadenkt. En niet alleen fysiek, maar het gaat ook over sociaal, economisch. Allemaal dat soort dingen hoort er natuurlijk bij. En dat is volgens mij een totaalbeeld waar het over gaat. En binnen die kaders kan je natuurlijk heel goed mee laten denken, absoluut. Okay. En niet om 8 uur. Ruimte voor de zaal. Zijn er mensen die vragen hebben vanuit de zaal? Jemig, ja, ik wou net zeggen. Ik kan me niet voorstellen. Anders verzin ik zelf wat, hoor. Don't worry. Oké. En graag even vertellen wie je bent. Dat is wel zo aardig. Mijn naam is Roelle Venema. Ik ben van Beek Ruimtemakers. En ik had een vraag aan Walter. Want ik vind je idee ontzettend goed. Ik ben sowieso fan van alles wat mensen ook maar bewust maken van de autoverslaving die we nog hebben. En ik snap dat je heel erg benadrukt dat het vrijwillig is. Maar daar ligt voor mij ook een beetje de crux. Want ik geloof best wel dat een klein aandeel hier graag in meegaat. Dat zijn toch al een beetje de vooruitstrevende mensen. Mensen die transities graag snel adopteren. Maar hoe krijg je dit nou echt aan de grote menigte? Hoe krijg je die eraan zitten? Voorbij de early adapter dus. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, onderzoek wijst uit dat 20% nu bereid is om mee te doen. Dat is heel veel, hè? 20% van de auto's van autobezitters. Dus dat is echt, dan hebben we echt impact. Als dat lukt, dan sta ik in 2019 hier met vlag en wimpel te feesten. Dus daar ben ik al super blij. Maar daarnaast hebben we ook een traject dat we met de gemeente aan het voorbereiden zijn. En dat is, wat je kan niet mensen hun auto afnemen. Dat gaat niet. Maar wat je wel kan doen, is nieuwe mensen die naar de stad komen, geen vergunning geven. En alleen een vergunning voor een deelauto geven. Dus als je een auto meeneemt in een deelwagenpark, krijg je een vergunning voor die deelauto met een vaste parkeerplek. Maar dan is het dus niet echt jouw auto. En dat is ook iets waar de gemeente in Den Haag in ieder geval ook voor open staat. Dus dat soort trajecten moet je inderdaad ook gaan starten. Maar het start eerst bij de gemeente van wij gaan niet nog meer vergunningen uitgeven. En dat is in een heleboel steden nu niet zo. Die blijven gewoon vergunningen uitgeven aan iedere bewoner die de stad inkomt. Geloof je er ook in dat zien doet geloven? Dus als er mensen in je omgeving het eenmaal doen en je ziet wat de gevolgen zijn, dat je dan eerder geneigd bent ook te denken, hey, het kan wel? Ik geloof er wel in. Dat filmpje wat ik liet zien, dat heb ik in opdracht van de gemeente mogen maken. En dat komt vrij goed binnen altijd. Mensen die realiseren zich helemaal niet wat ze met de straat kunnen als je een klein percentage van de auto's weghaalt. Dus ja, ik denk het wel. Zien doet geloven, ja. Dus we moeten de verleiding in? Ja. Oké. Andere vragen vanuit de zaal? Ik heb zelf een vraag. Dat mag ook, hoor. En Pieter, je hebt over all-bikes en al die zeg maar bedrijven die wel gebruik maken van openbare ruimte. Zie je niet als gemeente, zeg maar, als zo'n bedrijf, nou, het is denk ik heel bijzonder dat het kan gebeuren, maar dat de gemeente ook eist van, nou ja, dat die bedrijf ook iets terug moet geven aan de openbare ruimte. Er zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld in Amsterdam, van Heinekenplein, dat Heineken wel een plein heeft gemaakt om gewoon reclame voor zijn eigen bedrijf. Maar dan toch geeft een plein aan de stad terug. Is daar hier ook in Rotterdam iets? Ja. Kun je hem de microfoon geven? Ja,
Ik weet niet of dat, hoe je dat hier zou moeten bedenken. Het is wel een andere. Er is een reclamemaker die maakt abris. Maar die maakt die abris zo, zodat hij reclame kan maken in die abris. Dus hij maakt goede overkappingen bij een bushalte. Maar vervolgens heeft hij wel zeg maar, de reclameruimte, mag hij gebruiken. Dat vind ik, hij geeft dus ook goede abris. En hij maakt ze ook echt mooi. En hij ontwerpt ze ook, zeg maar. Dus hij doet iets voor de stad. Vervolgens heeft hij het wel verkocht, dat die reclameruimte. Dus JC Duco, iedereen kent ze wel bij de bushalte, die zorgt er wel voor dat het automatisch dus een betekenis heeft voor de stad. En als wij als stad zeggen, joh, maak dat ding van glas, dan maakt hij hem van glas. Maar nog steeds heeft hij zijn reclameruimte. Ik vind dat dan wel een redelijk goed voorbeeld, zeg maar, waarbij dat wel zou kunnen. Ja, hoe je dat hier zou doen, ik geen idee. Ja. Ja, van de week is Mobike gelanceerd. Dat is eigenlijk de originele van Obike. En die doen het voor zover ik weet. Althans, in hun presentatie zeiden ze dat. Maar ja, goed, dat was hun presentatie. Maar dat ze dat heel erg juist in samenwerking met geofencing met de gemeente doen. He, kijk, het probleem is volgens mij voor de gemeente. Dus je kan iemand niet verbieden om een fiets ergens neer te zetten. Dus als iemand een fiets ergens neerzet met een slim slot erop. Ja, dat kan je bijna niet verbieden. Dus er moet nu weer een regel voor bedacht worden. Dat moet nu heel snel gedaan worden. En dan kan je vervolgens nieuwe bedrijven. In dit geval dus Mobike. Daarmee meenemen. En die kunnen zich dan aan die nieuwe regelgeving houden. Airbnb is natuurlijk ook zeker in Amsterdam. Meer een probleem genererend ding geworden dan dat het een oplossing is. En dan moet je gaan bijschalen. Eigenlijk wat je ziet, dat nieuwe initiatief heeft dus consequenties die we aan de voorkant niet hadden kunnen voorzien. Ik noem het met de weesfietsen, hè, die overal terechtkomen. En dan moeten we dus weer regelen. Die we niet hebben voorzien. Ik denk wel dat we ze hadden kunnen voorzien. En dat is volgens mij wat de rol van de gemeente zo belangrijk maakt. Want je moet dus zien dat dit soort dingen gebeuren. Want die fietsen in Parijs, die stonden er in 2007. Dan kan je natuurlijk bedenken dat er op een gegeven moment geen paaltje meer nodig is. En dan kan je ook bedenken van, nou, dan komt er natuurlijk op een gegeven moment een bedrijf met die fiets hier naartoe. Daar hebben we 9 jaar voor gehad om erover na te denken. Ai, ik hoor dat we hier een beetje traag zijn. Oké. Okay. Ja? Mag ik ja, en daar heb ik een vraag in de zaal. In Parijs en Barcelona staan ze vast in zeg maar, systeempjes. Dat maakt het anders dan wat het hier is. Hier kan je ze in het Kralingse Bos flikkeren, neerzetten. En dat is toch iets anders dan in zo'n systeempje. Helemaal mee eens, want daarmee is het ook ongecontroleerd geworden. Ja, die meneer daar heeft een vraag. Oh ja, ja. Ik dacht Geert van den Kamp. Ik dacht nog even vooruitlopen, of tenminste als je nadenkt over die auto's en die straten en die deelauto's. Kun je dan ook voorstellen dat bedrijven daar induiken? Hè? Dus nu heb je het over bewoners, je hebt het over de gemeente. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een autoleasebedrijf zegt, nou, dan gaan wij die auto's wel voor jullie invullen. Is dat een goed idee of vind je dat een slecht idee? Dat is niet aan mij, dat is aan de bewoners, denk ik. Hè? Als de bewoners zoiets hebben van, nou, ik vind Greenwheels een topoplossing, ik heb geen andere auto's nodig, dan gaan ze Greenwheels gebruiken. Als zij zelf afspraken willen maken met autodealers, kan dat ook. En als je dat in de hele stad organiseert, heb je best een goede onderhandelingspositie. Dat zou kunnen. Maar ik vind niet dat het aan mij is om dat op te leggen. Ik heb nu met de gemeenteproces bedacht waarmee je straten schoon kan vegen als het ware. En verder is het aan de mensen zelf om daar te kijken wat voor soort oplossingen ze gebruiken. Dit is wel trouwens onderdeel van het palet aan alternatieven die wij bieden. Krijgen we geen weesdeelauto's? Dat heet Car2Go. En in principe zijn daar. Dat functioneert verschrikkelijk goed. Ik vind het een heerlijk systeem, Car2Go. Maar is daar ruimte voor in die straat waar die bewoners allemaal een ander uitgangspunt hebben gehanteerd? Als die mensen een auto weg hebben gehaald, heb je dus 10 parkeerplekken waar je dat dus een beetje mee. Kijk, free floating is binnen de hele Vrijstraat. Procedure, het zit wel in mijn achterhoofd natuurlijk, maar dat is wel, dat moet op een veel grotere schaal. Dan moet je gewoon honderden auto's in de hele stad neerzetten. En dan moet je ook veel hebben. Want met 2 free-floating auto's, die worden dan waarschijnlijk nooit gebruikt. En dan zegt iemand op het gemeentehuis, het is geen succes, want ze worden niet gebruikt. Nee, logisch, er zijn er maar 2. Dus het is weet je kip-ei en hoeveel heb je er nodig om het succesvol te maken. Maar als je zoiets doet, dan moet je meteen in een wijk met veel auto's komen. Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Ik heb nog een vraag voor jou, Bart. Wat voor een toekomstperspectief? Dat ging me heel snel, hoor, jouw tijdsbalkje. Ik ben wel heel benieuwd, wanneer denk jij dat het daadwerkelijk stukjes systeem zelfrijdend in ons land gaan komen? Nou, ik heb ook een 1,5 uur versie van deze presentatie. Dus kom ik er langs. Eigenlijk zijn er 2 trends. Je hebt de particuliere auto die steeds slimmer wordt. Hè. Tesla is het meest bekende voorbeeld. Die kan eigenlijk al veel. Minder overigens dan ze zelf roepen dan dat die auto's kunnen. En je hebt de kant van het openbaar vervoer. Dat is zeg maar het Park Shuttle Rivium shutteltje.
die ook steeds slimmer kan en ook steeds meer kan. En dat gaat naar elkaar toe groeien. Nou, wat we gaan zien, ongetwijfeld, is dat hele verschijnsel stadsbus, zoals we het nu kennen, het gaat er gewoon uit. Ook alle, zeg maar, semi-rendabele tramlijnen. Het hele principe dat je met publiek geld openbaar vervoer subsidieert, gaat er denk ik gewoon uit. Want je overhoud zijn rendabel. Kijk, de Rotterdamse metro is volgens mij het eerste Nederlandse metronet dat al budgetair neutraal kan draaien. Het is dus gewoon de toekomst. Het draait zichzelf. En alles wat in die marge zit, dat gaat van kleur verschieten. En daar is zelfrijdend vervoer, zeg maar gedeelde taxiritten, kleine shutteltjes, vervoer op maat. Dat komt er gewoon aan, omdat het gewoon een beter model is. Dus veel meer variatie. En het is niet één momentum waarop in één keer zelfrijdend zijn introductie doet. Nee, klopt. Dat is echt, het gaat langs verschillende transitiepaden, zoals het zo mooi heet. Oké, ja, dat is mooi, helder. Iemand toch nog een vraag bedacht in de zaal? Ja, zie je wel. Als je ze lang genoeg de tijd geeft. Het mag, hè? Het is helemaal niet eng eigenlijk. Hallo, ik ben Guido Noordhuis. Ik ben student aan de Hogeschool Rotterdam. En ik heb een vraag aan een van jullie. Wordt er ook onderzoek gedaan of mensen het gevoel van vrijheid verliezen als ze in zelfrijdende auto's zouden moeten zitten om ergens te komen? En daardoor dus niet zelf achter het stuur kunnen zitten. Want als ik over een auto nadenk, denk ik vooral na over iets groots dat ik mee kan nemen en de lol dat ik achter een stuur kan zitten. Wordt daar ook over nagedacht, zeg maar, wat mensen daarvan vinden? Of is het puur op duurzaamheid of op die vooroordelen die je noemde eigenlijk? Ik heb het gevoel dat mensen niet eens een versnellingspook af willen staan. Nou, kijk, iedereen die een particuliere auto rijdt, ook over 30 of 50 jaar, die kan dat ding zelf besturen. Dus ik zie geen enkele trend waarin overheden zeggen, we gaan langzamerhand dat stuur afpakken van die bestuurder. Dus het enige wat de overheden zeggen, we gaan mogelijk maken dat soort voertuigtypen op de wegen mogen. Maar toch even mijn parallel, hè? Want ik las het toch maar weer recent in de krant. Dat spijt me maar, de meeste mannen willen niet van de versnellingspook af. Mijn hemel, als dat al een revolutie moet zijn. Dan moeten we het dus van de vrouwen hebben. Mee eens. Interessant is de vraag wat verzekeraars gaan doen. Hè? Want als jij straks crasht, dan gaat het zwarte doosje in jouw auto gaat zien van, goh, reed u dan op de automodus die wij veiliger vinden? Of besloot u zo eigenwijs te zijn om zelf te sturen? Ja, dan hebben we even een andere schadeafhandeling. Dat zou wel kunnen helpen, want jij gaf mij net aan. En ook het publiek, 95% van alle fouten zijn menselijke oorzaak. Precies, ja. Ja, jongen. Dus, ze gaan het van ons winnen. De machine, moet ik zeggen. Er was nog een vraagje. Het mag wel, hoor. Ja, laatste vraag. Oké, dank je. Ik ben zelf ook wel overtuigd dat de techniek zover vooruit gaat dat zelfrijdende auto's op een gegeven moment vanzelfsprekend worden. Maar ik vraag me af, hoe halen jullie overheden over om ze te overtuigen dat je moet investeren in techniek die nog niet bestaat? Tenminste, wat ik zover heb gezien, is dat soms overheden nog een beetje voorzichtig daarin zijn. Met, we moeten niet het gaan baseren op techniek die er nog niet is. Dat is gewoon los zand. En hoe gaan jullie daarmee om? Nou, overheid investeert bijna niets hierin. Een klein beetje in de onrendabele top van de concessie. Maar eigenlijk is de Park Shuttle een heel gunstig businessmodel, nu al, voor Connection. Beter dan bus 48 naar Barendrecht, weet ik veel. Rijksoverheid, de ambitie van Melanie Schilt, die is bijna gratis. Het enige wat zij doet is zeggen van, wij BV Holland zijn laboratorium, kom maar op. En de ontheffingsprocedures van de RDW, de Rijksdienst, die maken we even heel erg makkelijk voor jullie. Dus het is veel meer platform bieden en dan kijken wat er gebeurt. Oké, heb jij er nog iets namens de overheid aan toe te voegen, Peter? Mag ik heel even, want ik had er nog een vraag aan Peter. Maar... Oh, zeker bij de andere vraag. Eigenlijk heb ik niks aan toe te voegen. Nee, ja, het is als overheid, wij zijn bezig met die openbare ruimte. Dat is ons belang. En ja, daar investeren wij in. En we investeren natuurlijk in oplaadpalen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, in de ontwikkeling van voertuigen als gemeente, daar ben je inderdaad als gemeente niet echt mee bezig. Maar nee, dus... Dus de techniek is ook heel moeilijk om op vooruit te lopen, zeg maar. Nou ja, ik kan in ieder geval zelf. In mijn werk zou ik daar niks mee kunnen. Oké, ja, dankjewel. Zitten we echt strak in de tijd? Ja. Oké, het spijt me, meneer. U kunt het als we zo meteen naar buiten lopen. Maar... Ik ben van de adviescommissie voor één dag. Ja, nou dat zou kunnen. Is mij overigens niets van verteld. Ja, nice. Dag, ik ben Emiel Verinsem. Ik ben vandaag van de adviescommissie, omgevingscommissie van één dag...
voor de stadscongres bezig. Ik heb een vraag of ik heb meer een constatering. Ik loop van hot naar her, dus ik heb het begin gemist. Is er ook nagedacht over de inrichting van de stad als je het hebt over zelfrijdende auto's? Er zit namelijk ook een ethisch probleem aan de zelfrijdende auto's. Namelijk, ze stoppen niet. Ze stoppen voor alles wat ze tegenkomen. Voetgangers, overstekende katten en noem maar op. Dus mijn advies als eendags commissielid is: denk na over de inrichting van de stad als we straks misschien wel duizenden zelfrijdende auto's hebben die overal verstoppen. Dus inrichting van de stad bij dit soort systemen zijn onvoorstelbaar belangrijk. Dus ja, ik, misschien hebben jullie het al over gehad, omdat ik van hot naar her vlieg. Daar hebben we het inderdaad over gehad. Ja. En ook dat de techniek gaat zorgen dat ze niet voor alles stoppen, volgens mij. Ik wou Walter, Bart, maar en ook Peter van harte bedanken voor jullie bijdrage. En jullie als zaal ook het feit dat je hier wilde zijn, wilde luisteren en ook de vragen hebt gesteld. Nog een fijne middag.